wij zijn een filmpje aan het maken over wat dat programmeren zojuist is. Ik was op de tablet zo een Word art aan het maken. Je kunt eigenlijk zo'n eigen ontwerp maken. Dat is eigenlijk 2D-schetsen. Dat wordt op de printer 3D gemaakt. We onderzoeken hoe dat elektrische voorwerpen zoals GPS'en, internet, computer, hoe dat die werken. En we doen dat via iPad. Dan moesten we met onze tablet zo bladeren scannen en moesten we allemaal vraagjes oplossen en die dan op het scherm zetten. Vandaag gaan we het hebben over de vier fases in het project van coding. De eerste fase, droomfase. Onze tweede fase is onderzoeken. De derde fase, selecteren. En dan de laatste fase is maken. De pedagogische meerwaarde van tablets in het onderwijs is de vrijheid en de bewegelijkheid. Ik kan bepaalde opdrachten geven van kijk, jullie opdracht is nu dit en een andere groep krijgt nu dat. Het is zo dat wij gestart zijn met een specifiek vak waar geïnteresseerde leerlingen meer ICT konden volgen. En om dat vak te geven werden een aantal leerkrachten heel doorgedreven opgeleid om tablets te beheren en tablets te gebruiken. En die mensen hebben dan eigenlijk de opleiding van de rest van het team verzorgd. We zijn met een heel sterk technisch team. Het team bestaat ongeveer uit een vijftal leerkrachten die elkaar aanvullen. We hebben een werkgroep opgericht in onze school waar dat we de ervaring hebben gedeeld over de verschillende vakgebieden heen. Daarnaast hebben we op personeelsvergaderingen ook telkens de uitleg gegeven aan leraren over bepaalde apps die we eigenlijk op dat moment interessant vonden. En dat werkte zeer inspirerend ook naar de collega's toe. Ik gebruik de tablets ook thuis om dingen op te zoeken en smart school en huiswerk. Ik zit soms op smart school voor mijn berichten te bekijken of om informatie op te zoeken op internet. Ik heb die programma's ook op mijn tablet en ik leer daar meer werken. School-to-school collaboration wil dus zeggen dat we proberen een school te vinden die met ons wil samenwerken. En het hele scenario bestaat erin dat wij voor elkaar dingen gaan doen. Ik heb een andere school gecontacteerd en we zijn samen beginnen brainstormen van wat kunnen we doen, welke les. En we hebben gekozen voor het vakje eigenlijk coding leren programmeren. We zijn samen gaan zitten en we hebben daar een iTunes U cursus rondgemaakt waar we dus eigenlijk de 7 stappen die in het scenario vermeld staan, die hebben we daarin verwerkt. We zijn begonnen met het dromen. Het dromen was het samenwerken met een Tsjechische school en als onderwerp 3D-printen. En we zijn gaan vragen aan de leerlingen van wat zou er nu allemaal mogelijk zijn om uit te printen met een 3D-printer. We hebben daar ook een speciaal platform voor. We hebben daar de TwinSpace van eTwinning voor gebruikt, omdat het een veilig platform is. En we hebben dan ook geprobeerd om communicatiekanalen op te zetten, zodanig dat zowel de Tsjechische studenten als onze studenten daar een antwoord kunnen op geven van wat is nu voor jullie 3D-printen in de toekomst. De ouders waren laaiend enthousiast, want ze weten dat onze school hun kinderen voorbereidt op het leren op de 21ste eeuw. We hebben een aantal infosessies voor ouders georganiseerd, maar vermits wij niet vragen aan ouders om een tablet te kopen, krijgen wij heel weinig tegenkantingen. Dat wij op school met tablets werken, vinden mijn ouders super, want dan leer ik dingen bij. Bijvoorbeeld van veilige wachtwoorden. Mijn ouders vinden het leuk, ja. Omdat ja, die wil ook dat ik eigen ICT, want ik weet heel veel over computers en voor tablets. De scholen die graag met tabletonderwijs zouden willen starten, ik zou het zeker willen aanraden. En ik zou ook willen aanraden om een kleine werkgroep eigenlijk op te richten waar verschillende leraren in zitten van verschillende vakken. Voorzie ook zeker de nodige ondersteuning voor de leraren, als ook eigenlijk een goed draadloos netwerk en een goede internetverbinding. Die zijn eigenlijk effectief nodig om het project te doen slagen.